نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي بخينة مات كتاب التوحيد en we waren bezig met het onderwerp hulp vragen als je in nood verkeert en vervolgens het aanroepen. Het aanroepen, dat is een onderdeel van die hulp vragen. Het aanroepen, dat doe je altijd. Maar istighatha, zoals dat heet istighatha, dat doe je alleen als je echt in nood verkeert. Dat heet dan istighatha. Daar waren wij mee bezig. En wij waren gekomen tot de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala: wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Dat hebben we gehad. En wij waren gestopt met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala: wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Daar waren wij gestopt. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. De vertaling van deze vers is als volgt: en wie is verder afgedwaald dan degene die in plaats van Allah afgoden aanroept, die hem tot en met de dag der opstanding geen gehoor geeft, geen gehoor geven. En zij schenken geen aandacht aan hun aanroepen. En wanneer de mensen verzameld worden, zullen zij voor hen vijanden zijn en zullen zij hun aanbidding verwerpen. Ik begrijp natuurlijk dat het gaat om mensen die afgoden aanroepen. En vooral wanneer ze in nood verkeren. Wanneer ze niet eruit kunnen komen. Nou, en afgoden aanroepen, ja, dat bestaat in heel veel verschillende vormen natuurlijk. Er zijn mensen die roepen engelen aan. En ze beweren dat engelen de dochters van Allah zijn. Subhanahu wa ta'ala. Amma yaquluna uluwan kabira. Er zijn mensen die sommige profeten aanbidden. En ook dus aanroepen. En ze beweren dat deze profeten of goddelijke eigenschappen hebben, of dat deze profeten hun gebed verhoren, en dat deze profeten mediums, zoals dat heet, zijn tussen hen en Allah subhanahu wa ta'ala. En er zijn erbij die heilige, zogenaamde heilige mensen aanroepen. Hè? Dus afgoderij bestaat in heel veel vormen. Afgoderij, er zijn mensen die bijvoorbeeld de zon aanbidden. Er zijn weer anderen die de maan aanbidden. Er zijn anderen die weer het vuur aanbidden. En er zijn mensen die zelfs denken dat er twee goden zijn. God voor het licht. En God van het licht. En God van de duisternis. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van afgoderij. En de vorm waar wij het vandaag over zullen hebben, specifiek, dat is het aanroepen van afgoden. En vooral in tijd van nood. En er is een Nederlands spreekwoord die zegt: nood
dwingt tot bidden of zoiets in die betekenis. Zal in salam, misschien dat ik straks het weer naar voren haal, maar in die betekenis bestaat zo'n spreekwoord, zoals ik weet, dat nood, wanneer mensen in nood verkeren, dan richten zij zich tot Allah, tot God, en dan roepen ze hem aan om het kwade weg te nemen. Allah subhanahu wa ta'ala maakt hier in deze vers duidelijk dat er geen één zo ver afgedwaald is dan degene die iets anders aanroept dan Allah. En hij heeft medegedeeld dat deze afgoden die worden aangeroepen hun gebed nooit kunnen verhoren. Dus de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, men la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah, dat is een Arabische stijl. Degene die afgoden aanroepen, die hen die geen gehoor geven en hun gebed of aanroep tot en met de dag des oordeels. Dat is een Arabische stijl. Daarmee wordt bedoeld nooit. Daarmee wordt bedoeld, je moet niet denken als je deze vertaling leest in de Koran, dat na de dag na deze dag, de laatste dag, de dag der opstanding, dat deze mensen dan hen wel kunnen verhoren. Dat niet. Maar het is een Arabische stijl. Daarmee wordt bedoeld, deze afgoden geven nooit gehoor en mensen die hen aanroepen. Want ze horen ze niet eens. Maar ze kunnen ook niets doen. Want zij zijn zelf ook zwak. Zij kunnen zichzelf ook niet redden als zij in nood verkeren. Hoe kunnen zij dan anderen redden als zij in nood verkeren? In dezelfde betekenis zegt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلُ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. De vertaling zegt, roept degene aan waarvan jullie beweren dat zij goden zijn naast Allah, zij zijn niet bij machten het kwade van jullie weg te nemen of te veranderen. Zijn niet bij machten. Als je echt, stel dat je ziek bent, geen één is dan bij machten om die ziekte bij jou weg te nemen. Wat je ook doet. Je kan wel zorgen, zoeken naar genezing. Dat kan, want dat zijn middelen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook in die middelen genezingskracht gemaakt. Maar alleen als hij dat wil, dan gebeurt het. En anders niet. Vandaar dat je vaak ziet, twee mensen, die hebben dezelfde ziekte. En ze gebruiken dezelfde medicijnen. De een komt er overheen. De ander sterft. Als gevolg van dezelfde ziekte. Ibn Jarir al-Tabari. Dat is een van de grootste mufassirin. Weet jullie wat een mufassir is? Nee? Iemand die het Koran uitlegt. Dat is een groot geleerde. En Ibn Jarir al-Tabari, hij wordt de imam van al-Mufassirin genoemd. Ibn Jarir al-Tabari, hij wordt de imam van al-Mufassirin genoemd. Hij heeft ook in de eerste tijd geleefd. De eerste eeuw, derde eeuw. Dus de man is de een van de grootste mufassirin. Hij wordt zelfs genoemd de imam van al-mufassirin. Hij zei over deze vers. Hij zei over de woorden van Allah. Nasu kanu lahum a'da'a. Wa kanu bi'ibadatihim kafirun. Het gaat nog steeds over dezelfde vers. En dezelfde vers heeft ook een gedeelte. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over deze mensen die afgoden aanroepen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en als de mensen dan verzameld worden, wanneer worden de mensen verzameld? En de jin op de dag des oordeels. Ze worden verzameld voor de afrekening. Ja, de grootste dag, de laatste dag, de afrekening.
wanneer zij worden verzameld, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, dan zullen zij, dus deze mensen die zij aanroepen, dan zullen zij hun vijanden zijn. En zij zullen deze aanbidding verwerpen. Zij aanbidden hen nu in het leven. Zij roepen hen aan. En aanroepen, dat behoort tot aanbidding. Maar op de dag des oordeels, als de mensen allemaal verzameld worden voor de afrekening, dan zullen deze mensen die nu, deze profeten, deze engelen en deze goede dienaars, deze heiligen, die zullen vijanden zijn voor deze mensen die gaan aanroepen. En ze zullen ook deze aanbidding verwerpen. Wat engelen, profeten en heiligen, dus goede dienaars, wat doen ze? Zij aanbidden alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Zij aanroepen hem alleen. En degene die dat ook doet, is van hen. Hij zal ook met hen verzameld worden. Maar deze mensen die gaan aanroepen, buiten Allah om of naast Allah, deze mensen op de dag des oordeels zullen deze mensen die zij aanroepen vijanden zijn voor hen en ze zullen deze aanbidding verwerpen. En Ibn Jarir zegt over deze woorden: wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a, en als de mensen verzameld worden dan zullen zij hun vijanden zijn. Hij zegt hierover, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als de mensen worden verzameld op de dag der opstanding voor de afrekening, dan zullen deze afgoden die zij in het leven aanroepen hun vijanden zijn, want zij zullen afstand van hen nemen, dus niets met hen te maken willen hebben. Zij zullen hun aanbidding verwerpen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, deze afgoden die zij in het leven aanbidden zullen hun aanbidding verwerpen, want zij zullen op de dag des oordeels zeggen, wij hebben hen niet opgedragen om ons aan te bidden. En wij wisten niet dat zij ons aanbaden. Dus deze profeten, engelen, deze goede mensen, die zullen op de dag des oordeels zeggen, wij tegen Allah subhanahu wa ta'ala, wij hebben hen niet opgedragen om ons aan te bidden. En ze zullen ook zeggen, en wij wisten niet van hun aanbidding aan ons. Dat wisten wij niet. Ze zijn dood. Ze kunnen dat ook niet weten. De enige die alles weet is Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zullen zij zeggen, onze Heer, wij willen niets met hen te maken hebben. De volgende vers, dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. De vertaling is als volgt: en wie verhoort degene die in nood verkeert als hij hem aanroept en het kwade wegneemt, en hij maakt hen opvolgers op de aarde, is er een ander God met Allah? Hoe weinig laten jullie je vermanen? Allah subhanahu wa ta'ala maakt in deze vers duidelijk dat de afgoden dienaars wel weten, dat ze goed weten, dat alleen Allah subhanahu wa ta'ala hen kan redden als zij in nood verkeren. Dat weten ze ook heel goed. En vandaar ook het Nederlands spreekwoord, nood leert bidden. Nood leert bidden. Als er nood is, dan zie je de mensen allemaal richting de kerk hier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, de mensen die hier hebben geleefd, die weten er alles van. Er werd heel veel door gebeden in die kerk. Maar in tijd van welvaart, geen nood, dan vergeet men dat er een God is. Dan wordt dat gewoon vergeten. Daarom heeft hij dat medegedeeld als bewijs tegen hun afgoderij. Daarom zei hij, is er een ander God met Allah, dus die dat doet. Allah subhanahu wa ta'ala heeft als bewijs gevoerd dat wat zij doen, een afgoderij, dat deze afgoderij
onwaarheid is, valsheid is. Hij heeft als bewijs gevoerd dat wanneer zij zelf in nood verkeren, dat zij dan zich richten alleen tot Allah subhanahu wa ta'ala. En er zijn talrijk ook voorbeelden in de Koran, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als zij eenmaal in nood verkeren in de zee, dan roepen zij alleen hem aan om hen te redden. En als hij hen heeft gered en ze staan dan weer op de aarde, dan gaan ze weer de afgoderij plegen. Dan gaan ze weer anderen aanroepen met hem of buiten hem om. En dan gaan ze allerlei soorten vormen van afgoderij plegen. En dat is in onze tijd, de moderne tijd, de zogenaamde tijd van beschaving. In deze tijd is er heel veel afgoderij. Overal op de wereld. Overal op de wereld is er heel veel afgoderij. Zelfs in de islamitische landen is het zelfs, het is echt heel erg gesteld met mensen. Als je ziet wat voor afgoderij dat ze allemaal plegen. In naam van de islam. Dat noemen ze ook nog aanbidding. Dat is onvoorstelbaar. Kun je alleen maar concluderen dat deze mensen of zeer onwetend zijn, en dat is dus ook, maar er zijn er ook wel bij die echt hun begeerte volgen, die wel degelijk weten dat het niet volgens de Koran is en volgens de Sunna, maar ze doen het wel. Ze volgen gewoon de duivels, hun begeerte, en ook aardsbelangen, om aan aardsbelangen te komen en mensen te misbruiken. Dat houdt wel in als deze afgoden hun aanroep niet kunnen verhoren, zelfs wanneer zij in nood verkeren, dan zijn zij niet geschikt om met Allah subhanahu wa ta'ala naast Allah aan te bidden. Want degene die het verdient om aanbidden te worden, dat is degene die kan baten of kan schaden. En dat is alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij is de enige die dat kan en die ook mensen in die nood verkeren redt. Ibn Jarir, de Tabari, zei over deze woorden van Allah, en men yujibul muttara idha da'ah. Hij zei, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, jullie afgoden zijn beter of hij die degene die in nood verkeert verhoort als hij hem aanroept en het kwade dat hem treft wegneemt. Dus wie is beter? Ze erkennen natuurlijk dat Allah beter is. Dat erkennen ze. Geen één moslim beweert dat zijn afgod die hij aanbidt, een soort aanbiddingen toewijdt, dat hij beter is dan Allah. Geen één moslim beweert dat. Allemaal beweren ze dat Allah de beste is. En toch aanbidden ze deze afgoden. En de woorden van Allah, en hij maakt jullie opvolgers op de aarde, de betekenis daarvan is dat hij dat de generatie de andere generatie opvolgt. En zo gaat het verder. Generatie volgt de andere generatie op. Generatie volgt de andere generatie op. Mensen sterven, dan komen er weer mensen. Mensen sterven, dan komen er weer mensen. En zo gaat het verder, totdat op een gegeven moment Allah subhanahu wa ta'ala besluit dat het afgelopen is. Dat staat vast. En dan is het afgelopen. Maar dat gaat dus zo. Allah subhanahu wa ta'ala maakt mensen opvolgers van elkaar. Generatie op generatie. En daarom zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran van, kijk om je heen. Kijk in de huizen waarin je woont. En kijk in dat land of de aarde waarop je loopt. Kijk goed in die huizen. Die huizen waren immers
van diegenen die voor waren en die al dood zijn. Dus kijk en neem een lering van datgene wat je ziet. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, hoe weinig laten jullie je vermanen. Dat is ook zo. De mens is zo eigenwijs. De mens is vreselijk eigenwijs. En zoals Allah zegt, wa kana al-insanu akthar shay'in jadala. De mens die redetwist heel veel. Er komt met allerlei eigenlijk gepraat. Dat noemt hij bewijzen dan. Maar die nergens opslaan. Om dan het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, wat gewoon kennis is, om dat woord tegen te spreken. Als je nu de mensen aanroept of oproept om alleen Allah aan te bidden, en je komt met versen uit de Koran, dan komen ze met allerlei gepraat wat nergens op gebaseerd is. Behalve dat die hebben gezegd en die hebben gezegd en die filosoof heeft gezegd en die andere filosoof heeft gezegd. Nou, en het moet zo zijn en zus, terwijl dat ze eigenlijk totaal geen kennis hebben. En de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn zo duidelijk en helder. Maar dat is eenmaal de mens. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, de meeste mensen zullen ongelooflijk zijn, wat je ook doet. De meeste mensen zullen ondankbaar zijn. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En in het hadith staat, Imam Tabarani, hij zegt in hadith, ennehu kana fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam munafiqun يؤذي المؤمنين وقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. De vertaling van deze overlevering is als volgt. Er was een man, een huichelaar. Weet jullie wat een huichelaar is? Munafiq, een huichelaar. Dat is iemand die de islam laat zien in zijn uiterlijk. Hij is moslim. Maar innerlijk, in zijn hart, is hij kafir, ongelovig, gelooft niet. Hij gedraagt zich gewoon als een moslim, zodat hij wat aardse belangen kan verkrijgen. Daarvoor doet hij dat. En dat was zo'n munafiq in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, die de gelovigen kwetste. Toen zei een van de profeten, van de vrienden van de profeet sallallahu alaihi wasallam, en dat is Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, hij zei, kom, laten we bij de profeet om hulp vragen om ons te beschermen tegen deze huichelaar. En dat hebben ze gedaan. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, je moet niet bij mij om hulp vragen. Je moet alleen bij Allah om hulp vragen. Deze munafiq, deze huichelaar, dat was Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dat is een heel bekende. De leider van de huichelaars. Bij deze trouwens gelegenheid maak ik geef ik kennis dat er 300 huichelaars waren in de tijd van de profeet. 300 huichelaars waren mannen en 70 vrouwen. Dus in totaal, tussen mannen en vrouwen, waren er 370 huichelaars. Mannen en vrouwen. 300 mannen en 70 vrouwen. En deze, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dat was de leider van de huichelaars. Hij was een van de grootste, ook vooraanstaande mensen in Medina. Voordat de profeet kwam, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Het was zo
dat hij hun leider zou worden, hun president. Maar toen de profeet kwam, en uiteraard, de profeet werd de leider van de gelovigen, en dat heeft hem zo, die man, dat heeft hem zo geraakt, dat hij echt alles wat islam, of met islam te maken had, dat hij gewoon ging haten. Maar hij kon niets anders doen dan aankondigen dat hij moslim is, maar hij was helemaal geen moslim. Hij was een van de grootste ongelovigen. Daarom zal hij ook in het hiernamaals in het laagste plaats in de hel zijn. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam maakt dan duidelijk dat ze alleen maar bij Allah om hulp vragen. Dat is heel belangrijk, want de profeet sallallahu alaihi wasallam bij deze, hij kon hen wel helpen, want hij was er, hij leefde en hij had macht. Dus hij kon hen wel helpen om van die huichelaar af te komen, als hij dat zou willen. Maar toch heeft hij het niet gedaan. Toch heeft hij gezegd, je moet alleen bij Allah om hulp vragen. En waarom? Om het tawhid te verdedigen. Om duidelijk te maken dat je alleen om hulp, Allah om hulp vraagt. En geen ander mens. En uiteraard, als er iemand is die leeft, die de macht heeft om jou te helpen, ja, dan mag je wel helpen, vragen of hij jou kan helpen. Daar is niets op tegen. Maar hier gaat het vooral om hulp vragen en mensen, en afgoden in dat geval, profeten of engelen of heiligen of enzovoorts, om jou te helpen terwijl dat ze dat niet kunnen. Want zij leven niet, zij horen jou ook niet. Alleen Allah kan je helpen. Subhanahu wa ta'ala. Er zijn een aantal belangrijke punten bij dat onderwerp. Op de eerste plaats de interpretatie van deze versen die hier zijn vermeld. Tweede punt, dat het aanroepen van afgoden behoort tot grote afgoderij. Grote shirk. Derde punt, de beste onder de mensen wordt van de onrechtplegers, dus van de afgodendienaars, als hij dat doet. Zelfs de beste onder de mensen. Allah subhanahu wa ta'ala, zoals jullie weten, heeft in deze vers zijn profeet aangesproken. En zijn profeet is de beste onder de mensen. Maar hij zegt tegen hem, als je dat doet, dan behoor je tot de onrechtplegers. Dus het maakt niet uit wie afgoderij pleegt. Of het nou een vooraanstaande of een herder. Maakt niet uit. Afgoderij blijft afgoderij. En de volgende punt. Je moet alleen Allah subhanahu wa ta'ala om je levensonderhoud vragen. Dat komt ook uit dat onderwerp. En ook, je moet alleen Allah subhanahu wa ta'ala om paradijs vragen. En om alles wat alleen Allah subhanahu wa ta'ala jou kan geven. Degene die afgoden aanroept is een van degenen die tot het verst zijn afgedwaald. Behoort. Iemand die afgoden aanroept, die is werkelijk afgedwaald. Zelfs het verst afgedwaald van iedereen. Deze afgoden zijn achterloos voor deze aanroepen. Ze kunnen jou niet horen. Als zij goede dienaars waren, dan genieten ze in hun graf. En ze wachten op de dag des oordeels. En als zij slechte dienaren waren, dan lijden ze in het graf. En ze hopen, o onze Heer, stel de dag des oordeels uit. Want ieder mens, op het moment dat je dood bent, dan weet je waar je naartoe gaat. Iedereen, op het moment dat je doodgaat, is de dag der opstanding voor jou gekomen.
Want je weet dan wanneer je, ja, waar je naartoe gaat. Als je een gelovige bent, dan krijg je je plaats te zien in het paradijs, waar je uiteindelijk komt. En dan ga je ook genieten in het graf. En je zegt steeds, vraagt steeds Allah subhanahu wa ta'ala om de dag der opstanding te versnellen. Laat die dag snel komen. Dan ga ik terug naar mijn vrouw en mijn kinderen, mijn ouders enzovoorts. En als je, mocht Allah mij en jullie beschermen voor de hel, als je naar de hel gaat, wal'iyadu billah, dan zie je plaats ook in de hel. En dan ga je ook lijden in het graf. Maar toch, omdat je je plaats hebt gezien in de hel, geef je de voorkeur aan dat lijden in het graf. En daarom zeg je, o mijn Heer, stel die dag der opstanding uit. Het is echt heel vreselijk. Als iemand naar de hel gaat, kun je heel moeilijk voorstellen wat voor iets afschuwelijks dat is. Deze daad is de oorzaak dat deze aangeroepenen de aanroepers haten. Deze daad, wat bedoel je met deze daad? Deze aanbidding. Het aanroepen van deze afgoden. Dat is de oorzaak van dat deze jou gaan haten. Profeten, engelen, goede dienaars. Dat ze jou echt gaan haten. En dat ze op de dag des oordeels zeggen, wij willen niets met jou te maken hebben. Wij verwerpen jouw aanbidding. Deze aangeropenen zullen deze aanbidding verwerpen. En de volgende punt, dat is de verbazingwekkendste van alles zaak. En dat is dat de afgodendienaars erkennen dat alleen Allah hen kan redden in tijd van nood. Maar toch roepen ze afgoden aan. En dat is heel onlogisch. Als je logisch nadenkt, als je erkent dat alleen Allah jou kan redden in tijd van nood, dan zou je automatisch zeggen, dus je moet alleen hem aanroepen. Maar deze mensen, deze afgodendienaars, erkennen dat en toch aanbidden ze afgoden. Een laatste punt wat hieruit volgt is het verdedigen van tawhid door het profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat komt, dat volgt uit de woorden van de profeet waarin hij zegt, je moet niet bij mij om hulp vragen, je moet alleen bij Allah om hulp vragen. En dan zie je hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam tawhid heeft verdedigd. En als je deze praktijken, wat we nu hebben gehad, deze afgodspraktijken, als je de islamitische wereld gaat schouwen, dan kom je tot de conclusie dat veel moslims afgoderij plegen. En dat veel moslims heel veel problemen maken om kleine dingen, maar afgoderij, dat is niets voor hem. Het is heel makkelijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn baard scheert. Bijvoorbeeld. Nou, dat vinden heel veel moslims, die dan praktiserend zijn vooral, dat is erg. Maar naar een of ander graftombe gaan en daar afgoderij plegen, dat is heel normaal bij die mensen. Als iemand alcohol drinkt, dat vinden ze heel erg. Of iemand zina pleegt, vreemd gaat, dat vinden ze ook heel erg. Ja, dat zijn inderdaad zonden. Maar deze zonden, Allah vergeeft ze. En wie hij wil. Maar afgoderij, Allah vergeeft die niet. Dus deze zonden, dat is heel veel, wat de moslims doen, het blijven zonden. Maar ze zullen nooit zo groot zijn als afgoderij. En toch zie je dat vele moslims deze zonde afkeuren, wat op zich goed is,
Maar als het gaat om afgoderij, dan keuren ze het niet af. Zij zien mensen afgoderij.